Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag 31 augustus. Ja. En we leven om 8 minuten over 3. En het is 21 graden. En ik ben weer boven bezig geweest met een was af te halen van droogrek. En een was in de wasmachine te doen. En ja, allemaal babywas. Ja, allemaal babywas. Kom maar in om. Ja. Ze moeten in Den Haag ophouden met spullen kopen. Want je weet niet wat ze krijgt. Die weet gewoon niet wat ze krijgt allemaal. Oké, het zijn allerlei kleertjes. Meisjeskleding, jongenskleding. Ja, en lekker belangrijk. Ze wil niet weten wat het wordt. Dus ja. Nou heeft ze van alles wat en ook allerlei maten, er zijn ook kleding nog hartstikke goed, enkel het elastiek is gaar. Ja, heeft ze pech, moet ze nu elastiek erin doen. Nou, dat kan ze zelf, dacht ik ook nog wel. Even een stukje loshalen en dan de oude elastiek eruit halen en nieuwe elastiek erin. Klaar. Ja, maar de kleding zelf is nog goed. Het is enkel dan het elastiek wat gaar is. En het is gewassen, het is schoon, het is netjes. Dus dat is. Ja, en wat ze niet wil hebben, nou dat brengt ze maar naar een kringloopwinkel. Of weet ik veel wat. En wat ik zelf wil behouden, dat krijgt ze gewoon niet. Nee, maar het wordt wel weer gewassen. Ja, zo simpel hè. En ik ga de meisjes uitlaten en daarna ga ik eventjes op de boeten door de stad. Al is er wel dan niet zoveel meer te doen, want de markt dat wordt, dat gaan ze ook bijna mee ophouden. Maar ja, misschien dat er nog bij de visboer muziek is, eventjes koekeloeren en ja, dat dus. Ik wou niet zeggen, er zit me wat dwars. Ja, dat dus. Mijn labeltje uit mijn shirtje zat me dwars. En daar hou ik niet van, nee. Maar in ieder geval, wij gaan lekker even lopen, hè, meisjes? Ja. Ja. En ik ben zo blij met mijn setje ook, hè. Het ziet er nou weer zo netjes uit. Ja, en degene die erop knoeit, die krijgt een pak op en zo de mieter toe. Ja. Viltjes, nou, als ze die zoeken, dan halen ze het onderste tafeltje maar tevoorschijn. Ja. En dus, maar in ieder geval, ik ga lekker met de meiden even lopen. Die als ik gesloten worden, hup, 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 hup. Afsluiten, dan lopen heb. 17 stappen gedaan, dat denk ik dat deugt niet hoor, met die 17 stappen. Als ik ben benieuwd wat er straks staat als ik maar 1 kilometer heb gelopen. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. Het waait hier wel. Dus ja, ik weet niet hoe het op de hoek is. Het kan er best koud zijn. Maar het is wel 21 graden, dus mijn vest gaat wel mee, maar ik doe hem niet aan. En ik heb ja, heel kleine korte mouwtjes. Dus dat dus. Dus ik zeg, geniet ze en geniet een beetje mee. Doei! Nou, die zijn allebei uitgeteld van lopen. Want we zijn er net weer thuis. En ik deed buiten de poort al mijn jas aan. Want ik vond het nogal winderig. Ja, en die is ruinig ook. Dus ik heb mijn vest gelijk aangedaan. En dat was ook wel nodig. Ja, vooral in de schaduw is het nodig. In de zon is het warm. En in de schaduw is het voor mij te koud. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar we gaan wel de horten op. Ja, zeker, de hypotheker, maar niet heus, nee. Dus ja, hele stiekje weer om, dat is voor mijn stok, boostersleuteltje. En dan kan je wel vragen, waarom doe je het niet in je sleutelbord, je sleuteltje? Nou, dat rammelt dan nog allemaal tegen mijn
stuurkolom. En daar hou ik niet van. Ik heb van de tas. Oh ja, die heb ik ook nog in mijn tas hier al. Even zoeken. Even zoeken. Dat is nog een snoepie. Kan ook al in mijn jaszak. Even zoeken. Dat, oh ja, dan moet ik nog mee naar Michael toch. Nog een snoepie. Dat is nog steeds niet wat ik hebben moet. Maar ja, we komen er wel. En dan heb ik hem wel. Sleutelhanger. Met mijn letter erop. Hele leuke. Ik lees die weer even. Even kijken hoor, hoe je moet. Ja, zo dus. Leuk, hè? Ja, de letter C en ja, er zit een beetje op, weet ik veel. Oh, ik weet het echt niet. Wat het voor moet staan. Maar in ieder geval, het is een letter C met een of ander diertje erop. Ik weet het echt niet, hoor. Het kan een spin wezen, het kan een doodskan wezen, ik zie dat niet eens. Maar in ieder geval, hij is wel leuk. Ja. En die rammelde ook. Die zat aan die tas vast en dat rammelde maar. Tegen die stuurkolom aan, tenminste tikken. Nou, dat is irritant. Ja, dat is gewoon irritant. Dat wil je niet hebben. Maar ga ik hem wel aan deze tas? Ja, wel. Kan die aan. Ja, dan gaat hij ook gewoon aan als dat wil. Maar momenteel heb ik daar de kracht niet voor en we gaan weg. Dus dat dus. Komt wel. Dan moet ik hem vooraf hebben. En mijn geduld hebben. Dat dus. Nou ja, ik had al gezegd, jullie gaan mee. Dus dat gaat gewoon gebeuren. En of ik film is vraag 2. Ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet. Geniet een beetje mee. Later. Hé, hey, nu komen we even allemaal op YouTube, hoor. YouTube, wat is dat? Nou, ik kom hier een groep heren tegen. En er is er eentje bij, die is de lul, zegt hij zelf. Ja, de lul. Helemaal geweldig. Heeft u nog tips voor het huwelijk, voor de huwelijksnacht, toevallig? Dat ligt eraan hoe moe je bent. Ja, en als je... Je kan bekka zijn na zo'n dag, want je wordt geleefd, hè. En, als en dan niet... gebeurt er echt niks. En als ik niet moe ben, wat... Liefde. Liefde, 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 liefde. Je moet er gewoon overspoelen met liefde, vanuit je hart. Nou, die gaan we meenemen, die tip. Ja, gewoon verwennen. Gewoon al, je begint met wat te drinken op bed. Ik weet niet wat je budget natuurlijk is, maar als je dat hebt, dan kun jij gewoon een champagnetje nemen. Ja, wat aardbeidjes erbij. Een beetje romantisch eerst. En dan romantische nachten maken. Juist. Dat maar meestal is het zo, als je die dag wordt geleefd, meestal is het kusje wel terug. Ja. En de volgende dag hier wel weer verder. Nou, dankjewel voor de tip. Oké. Ik wens u een hele fijne dag verder. Hetzelfde. En geniet ervan. Tot ziens. Ja. Doeg. Doeg. Ik ben de lul. Ik ga trouwen. Geweldig. Proost, jongens. Nou ja, dat maken we dan weer mee, hè. Echt geweldig, ja. Dat is geweldig. Nou ja, dan gaan we verder, want daar is ook muziek en dat kan mooi zijn, maar het is te druk. Dus ja, dat dus. Dat gaan we even lekker verder. En we zien wel waar we belanden. Ja, toch? Ja, dat dus. Ja. Eventjes gewoon een beetje rondrijden en dan zien we het wel weer. Ja, komt wel al goed. Nou, tot strakjes. Doei doei. Nou ja, jullie zien allemaal weer waar we zijn. Joh, echt wel. Echt wel. Die paarse bloemetjes, ook zo mooi, hè. Ja,
grote lamp en een klein lampje. Ja, die kleine lampjes heb ik ook nog wel weer gezien, weet ik al niet meer waar. Ha! Joh! Ik vind die witte bloemetjes ook zo. Kijk, hier heb je ook zo'n klein lampje. Ik vind deze witte bloemetjes ook wel leuk. Ja. Ja, echt waar. Ik heb nou ook zo'n schaal. Ja. Die had ik met mijn verjaardag gekregen van Mario. Maar ja, dat is helaas dood gegaan. Kan er ook niks aan doen. Niks heeft het eeuwige leven. Nee. Degenen die dat denken, die zijn gek. En daar zit onze Marianne. Die zit even te appen wat nodig is met iemand wat ons niet aangaat. Maar daar ook mooie plantjes, ook zo mooi hè, deze. Ja, en daar had ze mijn draad. Voilà. Hier, echt mooi. En hier nog een rode. Ja. Ah! Ah! Wat ha! Nee, dus, ja, dat dus. Maar in ieder geval, ja, we gaan weer naar binnen. Ze heeft Mary aan de telefoon. Ja. Dus, dat dus. Onze Mary. Dag Mary. Even wachten. Hey Mary! Hoi! dus. Nou, maar, we zitten okay. Samen een glaasje. Waar ben je? Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Bij Marianne vandaag. Maar we gaan ook weer de hort op. Maar ik denk dat ik wel mijn jas aan ga doen. Want het is, daar zegt hij, 19 graden. Computer heb ik nog niet aan. We gaan ook even hierop kijken op mijn mobiel. Daar staat nog 20, maar dat kan je veranderen. Want ik vind het zelf nogal koud. Het waait knap. Kom op. Duurt wel weer lang, hè? 19 graden, ja. En het waait als een raket, echt waar. Maar dat komt wel allemaal. Dus ik doe wel mijn jas aan. En, want ja, het is op die hoek sowieso al koud. En daarna gaan we lekker eten en de computer aan doen en de televisie aan doen. En een vlog van Karin, geloof ik, die moet ik verzetten, een week opschuiven. Dus moet ik even rekenen ook van de hoeveelste komt die dan. Ja, die moet ik even verschuiven. En dan... Moet ik ook een vlog van mezelf in elkaar zetten. Ik moet een vlog van haar in elkaar zetten. Ik moet het allemaal op zien te schuiven. Maar ja, ik ben slecht in rekenen. Had het al geweest, dus ja, dat dus. Maar het komt wel goed. Ja, we gaan er gewoon vol tegenaan. En ja, ik heb mooie foto's van Karin en Roderick. Van Karin en Edward binnen. Dus daar ben ik ook super blij mee. Ja, echt waar. Kwispelkontje. Mijn kwispelkontje. Ja, ik vind het nou niet bepaald warm, ondanks dat het wel prachtig mooi weer is, nog steeds. Ja, de lucht is helemaal egaal blauw. Ik heb één vliegtuig gezien met een streep die ook weer wegging. Dus ja, hij ging gewoon weer weg. Dus dat vliegtuig is. Ja, nou, dan kwam er een streep uit en zo lange streep en het verdween, de rest verdween. Nou ja, zo behoort het. Ja, en helemaal verder is egaal, blauw. Ja, in de verte hier is een keer een wolkie.
Daar ging ze eens een keer een wolk in, maar het was meer blauw dan wat anders. Ja, daar ben ik helemaal blij mee, hè. Ja. Ik heb ook wat gekocht. En daar ga ik vanavond even wat in doen. En dan blijft het voorlopig staan. Maar jullie krijgen het niet te zien nog. Dat komt pas wanneer Karin hier komt om hoogstwaarschijnlijk haar verjaardag te vieren. Want dat moet nog steeds gevierd worden. Maar dat wil ze hier doen. Nou ja, waarom ook niet? Bij de moeder, ja. Waarom ze dat graag wil, ja, Joost mag het weten. Ik weet het ook niet. Maar ze wil het bij mij doen. Nou ja, prima, ze komt maar, ja. Ze loopt zelf maar. Ze ontvangt zelf de gasten maar. Ik weet niet wie er dan komen gaan of wat dan ook. Nee. Maar dat komt dan wel. Maar dan krijgt ze dit ook. Ja, ze krijgt meerdere dingen. Maar in ieder geval dat onder andere ook. En daar behoort nog wat in. En dat gaan we ook doen. Pech. Oh, we gaan lekker weg. Ja. Dus dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga mijn jas aan doen. En ja, we gaan even lopen, hè? Ja, hè? Ja, lekker ding. Dat we zien elkaar later wel terug. Ik wens jullie in ieder geval allemaal, ja, jullie zullen wel gegeten hebben. Ik moet nog, maar ik ga vandaag aan het brood. Trouwens, ik heb ook trouwens nog wat anders. Die weet ik veel wat ik in de oven moet doen. Dat is ook lekker. We zien nog wel wat ik ga eten. Brood met een gekookte ei. Of dat andere brood wat op een pizza lijkt. Ja. We zien het nog wel. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Jullie hebben het al op. Dus ik zou zeggen. Mag het wel bekomen. En een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik schrik me eigenlijk net het hoedje. Ja, dat het dan laat is. Het is al 3 uur geweest. Oh, 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 oh. Ja, echt. En ik moet de meisjes nog uitlaten. Dus dat gaan we rap even doen. Het wordt ik op een korter blokje dan normaal. En dan gaan we rap naar bed. Want ik heb nou wel een vlog voor mezelf in elkaar gezet voor vanavond. Ik heb een vlog voor Karin in elkaar gezet vanavond. Ik heb Facebook helemaal bijgewerkt van 3 avonden lang. Dus ja, dat dus. En nou was ik even met een spelletje bezig. Even mijn hoofd proberen te leeg te maken. En dan hoor je de klok slaan en ineens 3 uur. Dan denk ik, oh jee, oh jee, oh jee. Nou ja, ik zit er ook 1, 2, 3 niet mee. En we gaan lekker even lopen. Ik ga de televisie uitdoen. En de computer uitdoen. En dan gaan we even de hart op. Eventjes frisse neus halen. En dan komt alles wel weer goed. Dus ik wens jullie, lieve vrienden, allemaal welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Het is natuurlijk zondag. Dus voor degenen die naar de kerk gaan. Een hele fijne, liefdevolle kerkdienst geweest. God zegen en voor de zieken beterschap, voor de jaren gefeliciteerd. Wat hebben we nog meer? Degene die zoveel jaar getrouwd zijn, ook gefeliciteerd. Wat hebben we nog meer? Help eens reken, ja, help dan. En dan moet je helpen. Ik heb nog jeuk aan mijn ogen ook. Wat hebben we nog meer? Nou, ik weet het zo uit mijn hoofd niet meer. Maar in ieder geval, heel veel liefde. Geniet van alles. En degene die de kerkdienst volgt via de computer, ook natuurlijk een fijne kerkdienst. En ja, jullie weten het ook allemaal, zo langzamerhand, of niet dan?
God, die houdt over ons allemaal gewoon de wacht. Daarom zeg ik toch, graag aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.